Het is nog simmervakantie, maar dat giet net op voor deze skwaalbeam. Ik ben leerling in de groep Zoon van Verskate Skwaal Niet Ljouwert. Ze krijgen extra les om achterstand in te hellen. Eigenlijk heb je nu vakantie en dan ga je toch naar school. Is dat wel leuk? Ja, want elke middag gaan we op excursie. Waarheen dan bijvoorbeeld? Want vanmiddag gaan we zeilen. 2 weken lang krijgen we een extra les op de NHL in Ljouwert. Waar ze weer ter hut werken om het rekening en de taal van de band op een hoger plan te krijgen. Middag zit er een excursie om toch nog wat een vakantiegevoel te houden. We doen dit omdat heel veel kinderen in de zomervakantie vaak na 6 weken wel een terugval hebben in cognitieve kennis. Dus in rekenen en taalvakken. En we hebben gekeken van welke leerlingen zijn daarvoor geschikt, zodat we die weer gewoon goed op niveau in kunnen laten stromen. En in dit geval in groep 8. De eerste simmerskwallen is nog een proef. Had het werkt, zullen het alle simmers houden worden, maar volle meer ben. Ik had wel heel erg moeite met rekenen. Dus daarom wou ik ook wel even meedoen aan de zomerschool. Waarom zit je hier? Om die voor te bereiden op groep 8. En dat is op zich echt wel fijn. Want nou hast al dingen die je in groep 8 pas letter krijgt. Of dan snap je het al en dan moet de rest het nog leren. Ze boeken zeker vooruitgang. Vooral in het woordenschat zie je hele grote vooruitgang, omdat daar heel veel aandacht aan wordt besteed. En het rekenen en het begrijpend lezen zie je kleine vooruitgang. Maar ja, het is moeilijker om dat in 2 weken op een hoger niveau te brengen. En lang omlet is het dan Savier. De skwaalbank moet naar Boetenta op excursie. Vanmiddag is er een zieltocht op het programma.